Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en vandaag is echt een superleuke dag, want ik ga naar Lieshout toe. Oftewel, ik ga naar Pleun en naar het huisje van Pleun, haar vader. Die woont echt midden in de bossen, dus dat is helemaal fantastisch. En ja, wij hebben elkaar sinds januari niet meer gezien. Dus nou ja, goed, ik ben langzamerhand weer een beetje vrienden en zo aan het ontmoeten. En daar kan Pleun uiteraard niet bij ontbreken. En eigenlijk, er is alleen één ding wel veranderd, wat een beetje jammer is. En dat is het feit dat Pleun, die belde me net. Ik zou eigenlijk Pip meenemen. Pleun heeft echt een super grote tuin daar. Dus Pip had dat helemaal fantastisch gevonden. En ze had zelfs als verrassing een badje opgezet voor Pip. Die vindt het dus heel leuk om in een badje te gaan. Toen belde ze mij dat Mila, de bruine labrador van haar vader, die is ziek. En die was vanochtend bij de dierenarts geweest en Mila heeft koorts. En toen had die vader ook gezegd van ja, er komt vanmiddag een ander hondje op visite. Wat is uw advies? En toen had de dierenarts gezegd van ja, dat zou ik niet doen. Nou heb ik laatst al een kant van mezelf laten zien. En ik wil hier ook ooit nog over schrijven. Ik denk dat ik hypochondrie heb. Met betrekking tot mijn hond. Dat ik dus bij alles in paniek schiet. En als Pip ziek is of een keertje kucht of wat dan ook, bang ben dat ze me verlaat. Soms wellicht tegen het extreme aan. Anderzijds ook weer op het goede moment. Zoals bijvoorbeeld bij Mira had ik dat toen ook. En toen was het zeker wel raak dat ik dat gevoel erbij had. Maar ja, als een dierenarts al ten eerste, wanneer een dierenarts dit adviseert, ga ik dat absoluut niet negeren. Dat lijkt me heel logisch. En ten tweede ben ik heel blij dat Pleun me belt. Want ook zonder dat advies had ik dit risico niet genomen. Dus nou ja, Pip die zit thuis. Dus dat beperkt me wel een beetje in hoe lang ik daar kan blijven. Maar dat is dan maar zo. Ik ben ook zo weer thuis gelukkig. En ik kan haar in de gaten houden via de camera. Maar ik ga nu naar Lieshout en naar Pleun toe zonder Pip. Maar we gaan vanavond wel extra lang wandelen, Pip en ik. Nou, ik ben inmiddels gearriveerd en nou, Pleun en ik gaan picknicken. Ja, dat is echt lang geleden. Dit is januari, hè? Ik denk dat dit ons, nou ja, dat denk ik niet. Dan weet ik wel zeker dat dit ons record is van hoe lang we elkaar niet hebben gezien. Ja. Pleun die had het idee om te gaan picknicken. Picknicken. Dus super gezellig. We liggen hier zo aan het water. Langs de eendenvijver. Ik noem dat het eendenvijver. Ik weet niet of het zo heet. Oh. Kikkererwten geroosterd, stokbrood, wortels, aardbeien. Alles erop en eraan. Maar, oh mijn god, ik was hier naartoe aan het rijden. En ik was even vergeten hoe vervelend het is als je fucking nodig moet zeiken. Dat ik aankwam met Pleun en dat ik echt rechtstreeks gewoon... Ik kon ook niemand begroeten of iets of überhaupt hallo zeggen. Ik rende gewoon naar de wc. Ik zat maar stil. Ja, die zit op de wc. Ja, ik kon gewoon echt niet meer. Ik heb gewoon die laatste 5 minuten heb ik een paar keer gewoon... afgewogen van, is het waard om nu gewoon te stoppen en te gaan plassen? Oh, nou, wij gaan eten. Oké, we gaan er vandoor, want we worden aangevallen. Echt overal komen van die dingen op ons af. Echt aan alle kanten. Wow, wij zaten gewoon rustig te eten. En ineens komen al die dingen uit het water. En er zit zeg maar ook nog een groep... Serieus, jongen? Ze komen zeg maar allemaal op de kant op. Ze zijn als... Babe, serieus? Nee. Deze ook. Kijk hoe ze ook lopen. Besef dat we hier gewoon net met z'n twee zaten. Dat dit hele pleintje nou vol zit. Allemaal zoeken naar eten. Maar kijk, daarachter zie je baby's. Aan die kant. Hier, trouwens ook. In het water. Zit ook een moeder met allemaal baby's. Stel scherp. Kijk, hier zitten ook al een moeder met, of een moeder en een vader en een tante en een nichtje, geloof ik. Want er zitten 4 volwassenen bij. Maar ook allemaal baby's. Je moet nooit in de buurt komen van überhaupt dieren met jong. Met jongen. Dus wij gaan er vandoor. Was gezellig. En we zijn weer bij Pleun thuis en we realiseren ons dat we helemaal niet meer naar de kinderboerderij zijn geweest. Omdat we zo in paniek waren. Wat een aanval. Echt jammer. Maar goed. Nou, we zijn hier. Ik bedoel, who gives a shit? Dit is ook echt een cadeautje om te zijn. En de zieke schat. Dus je merkt ook gewoon, zeg maar,
Ze heeft niet eens de kracht om op te staan en je te begroeten. Echt zo zielig. Ik hoop dat het snel beter met je gaat, meisje. Leun en ik hebben een poging gedaan tot een foto samen maken. Daarvan zijn hier de beelden. Wat slecht dit. En Jill stoot haar poot. Oh, ik nog steeds ik heb het een beetje heet. Ja, je hebt ook een pak aan met 30 graden, joh. Ja. Maar goed, we hebben we wilden eigenlijk heel graag wel foto's samen. Maar we zitten alle twee niet echt in de mood. Nee, en het is zeg maar echt kut licht de hele tijd. Het is veel te fel. Het is op zich niet echt lelijk licht. Ik denk dat het vooral ook al aan ons ligt. We zijn gewoon niet in de mood. Ik denk niet dat als ik naar het schermpje kijk, denk ik niet dat je het licht de schuld kan geven. Hou op. Maar goed. Ik wil ook nog wat meer. Ah nee, staat die kristalkleur nog in de zon? Nee, die heb ik binnen gezet. Niet in de koelkast. Er was geen plek meer, maar wel binnen. Oh. Ga je toevallig nu een glaasje kristalkleur halen voor mij? Oké, dan moet je volgende shot en dan dat ik jou die kristalkleur geef. Dus dan moet je knippen en dan... Oké, is goed. Ziet, zo. En dan daarna... Dankjewel! Zo. Ja, dit moet je al niet gebruiken, hè? Dit moet je niet gebruiken. Dit is om je hand te zien. Niet zo. Ik ben real in mijn vlog. Anders krijg je geen kristalkleur. Oh. Net alsof jij weet wat ik edit. Als ik thuis ben, heb ik er al lang niet eens zo kleur gehad. Alsjeblieft. Ik ben weer thuis. Ik heb mijn Pip uitgelaten. Die is nu lekker water aan het drinken. En nu ga ik lekker mezelf omtoveren. En dan ga ik vanavond lekker een film kijken. Even een vrolijke Disney film. Ik heb daar heel even behoefte aan. Want ik heb gisteravond echt een hele zware film gekeken. Mogelijk een van de... Nou, haal een van de maar weg. Ik denk de zwaarste film die ik ooit heb gezien. Schindler's List heb ik gezien. Het is een film van Steven Spielberg en eigenlijk tijdens Jurassic Park vertelde mijn broer daar wat over. Omdat Steven Spielberg dus tegelijkertijd volgens mij met Jurassic Park 1 of 2 of zo bezig was met de film Schindler's List. Wacht, ik trek heel even mijn jurkje uit. Ik doe heel even iets fatsoenlijks aan. En dan ga ik jullie zo meteen... er wat meer over vertellen, want ik wil er nog wel even wat over kwijt. Kijk, dit is pas het ultieme thuisgevoel. Weer lekker op mijn crocs. Muziek nog wat zachter. Ah, ik had het echt zo met Mila te doen met die labrador van Pleun's vader. Echt zo intens zielig. Ik neem wel even wat te drinken. Goed. Jezus. Ik hoop niet dat deze persoon nou 600 rondjes gaat rijden. Want ik wil op mijn balkon heel veel verhaal vertellen. Nou, daar komt hij aan. Oh, hij heeft wel geel kenteken. Hij was alleen al vergeten dat hij een helm op moest. Oh, oké. Ik kan me altijd zo... maatloos irriteren aan mensen in het verkeer. Zelfs als ik niet zelf in het verkeer zit. Oké, goed. Schindler's List. Ik heb hem op Blu-ray, zoals je kan zien. DVD is van mijn broer. Op Blu-ray. Hij staat voor, zover ik weet, niet op Netflix. Want anders had ik hem ook niet op Blu-ray gekeken. Nou, het staat hier onderal winnaar van 7 awards. Deze film staat in de top 10 beste films ooit gemaakt. En daar staat hij terecht. De film gaat over de Tweede Wereldoorlog. En laat je eigenlijk echt een heel chockerend, maar echt verhaal zien. Over Oscar Schindler. En de film is volledig in het zwart-wit. Hij duurt bijna 3,5 uur. Het is een film die je gezien moet hebben. Hij is wel echt...
En die waarschuwing wil ik geven. Er staat hier dat, qua leeftijd zeker, dat hij voor 12 jaar een ouder is. Er zit een meisje in met een rode jas. Steven Spielberg had haar aangeraden om deze film pas te gaan kijken als ze 18 jaar was. Ik zou hem ook niet kijken als je jonger bent dan 18. En zelfs als je 18 bent wil ik je de waarschuwing geven dat dit een hele heftige film is. Tom die zei mij al bij het meegeven van deze film van dit is een film die je gezien moet hebben. Ook voor je geschiedenis en zo. Maar het is zo'n dermate heftige film dat je hem één keer gezien moet hebben en daarna nooit meer wil zien. En dat is eigenlijk ook het beste hoe ik het kan omschrijven. Het is gewoon gruwelijk wat er is gebeurd. Ik weet niet, ik ben tegenwoordig helemaal into de films kijken. En iedere keer vertel ik een beetje over de film die ik heb gezien. Dus ik vond dat deze zeker niet mocht ontbreken. Mocht je de mogelijkheid hebben om deze film ooit te zien, bereid je dan voor op het feit dat hij heel heftig gaat zijn. Maar het is zeker een must-see en hij staat terecht in de top 10 beste films ooit gemaakt. Oké, dat wilde ik vertellen. Oké, geen Disney film, maar Bohemian Rhapsody heb ik ook nog nooit gekeken. En aangezien ik een groot fan ben van de muziek van Queen, dacht ik, nou, deze film ga ik kijken. Ik zie dat mijn broer echt nog veel meer films heeft op iTunes die ik nog wel wil zien. Dus ik heb nog wel wat te doen de aankomende tijd. Maar ja, ik ga het hier over gezellig maken met kaarsjes aan en zo. En ik ga over een theetje zetten. En dan ga ik deze film kijken. En ik laat jullie zometeen weten wat ik ervan vond. Ik ben er gewoon een beetje van geëmotioneerd of zo. Terwijl het helemaal geen emotionele film is. Ja, waarschijnlijk heeft iedereen hem al gezien. Maar ja, ik had het daar vandaag nog met Pleun over. Ik ben eigenlijk helemaal geen filmkijker. Maar ik heb het films kijken echt een beetje ontdekt sinds ik mezelf een soort van moest vermaken. Nou is Bohemian Rhapsody wel echt een film die ik eigenlijk heel graag in de bioscoop wilde kijken. Maar wat er niet van is gekomen. Want ik ben gewoon echt super groot fan van Queen's muziek. Queen's muziek zeg ik. Van de muziek van Queen. Lukt het schat? Kan je geen plekje vinden? Ja. Fucking goede film. Ik zag laatst dat Marcia en Gregor me ook keken. Dus wellicht, ik ga heel even checken. Oh, kut. Ik dacht omdat Marcia me aan het kijken was dat die wel op Netflix zou staan. Ik ben alleen maar films aan het aanraden die helemaal niet... Ja, die je moet hebben om te kunnen kijken. Maar goed, oké. Dat ik de muziek van Queen mogelijk de allerbeste muziek ooit vind. Echt, bij elk nummer van hun heb ik kippenvel... Van boven tot aan mijn tenen. Dus goed, ik ga nu wel de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik zie jullie heel graag zondag met een nieuwe vlog. Doei doei!